Super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Ik ga vandaag een Q&A doen over de opleiding die ik volg. Ik krijg de laatste tijd heel vaak de vraag of ik iets meer over de opleiding wil vertellen. Wat ik er nou van vind, et cetera, et cetera. Dus ik heb op Instagram een oproepje gedaan, zodat jullie mijn vragen konden insturen. En deze vragen ga ik in deze video behandelen. Mocht jouw vraag er niet tussen zitten en mocht je meer over de opleiding Creative Business willen weten, laat het dan vooral hieronder in de reacties achter. Wie weet antwoord ik erop of neem ik het mee in een volgende video. You never know. Voordat ik de vraag ga behandelen, ga ik eventjes in het kort uitleggen wat de opleiding precies inhoudt. Nou, mocht je het niet goed gehoord hebben, ik volg de opleiding Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam. En Creative Business heette voorheen Media Informatie Communicatie. En zoals de naam het eigenlijk al zegt, is het een mediaopleiding. En het is een hele, maar dan ook echt een hele brede opleiding. Want een van de meest voorkomende vragen over deze opleiding is, wat kan je er nou mee worden? Nou, je kan de marketingkant op gaan, wat ik doe, productiekant, dus audiovisueel. Video's bewerken, video's produceren. Je kan de journalistiek kant op. Eigenlijk is de mediabranche best wel oneindig, vind ik zelf. En vaak komt het voor dat de mensen die deze opleiding kiezen niet zo goed weten wat ze nou precies in de mediabranche willen. En ze willen dan eigenlijk van alles en nog wat leren en dan langzamerhand erachter komen wat ja, ze nou echt willen. Dat heb ik ook. Ik ben er dus achter gekomen dat ik marketing, media marketing heel interessant vind. De opleiding duurt 4 jaar. Het eerste jaar is voornamelijk een oriëntatiejaar. Je krijgt verschillende vakken, echt zo ontzettend veel vakken. En je werkt in sprints en dat houdt in dat je om de 4 weken steeds weer nieuwe vakken hebt. Hier heb ik even een schema van hoe het jaar eruit ziet. Ik kan wel alles gaan toelichten, maar dan wordt mijn uitleg al 10 minuten of langer zelfs. Dus dit is het overzicht van de opleiding. Ik zit nu in jaar 2. Ik zit nu in mijn stageperiode van 3 maanden. En na mijn stage begint mijn specialisatie van dit jaar. Ik heb voor de specialisatie media marketing gekozen. En dan krijg ik vakken die ja, gericht zijn op media marketing. En in jaar 3 heb je ook een specialisatie. En je kan kiezen of je dan een stage wil doen of je minor. Eén noemt het minor, ander noemt het minor. Maar je kan er ook voor kiezen om je minor en je stage te switchen. Dus dat je in plaats van in het derde jaar stage loopt, doe je dat in het vierde. En zo switch je dan. En in het vierde ga je dan afstuderen. Een vraag. Kun je de opleiding vergelijken met een mbo-opleiding of is dit heel erg verschillend? Nou, Creative Business is een hbo-opleiding en hiervoor heb ik een mbo-opleiding gedaan. Namelijk Media Management op het Media College. En het is heel erg verschillend. Sowieso het verschil tussen mbo en hbo is groot. Het is een ander niveau, dat ten eerste. Ik heb niet echt vergelijkingsmateriaal. Maar ik vond een mbo-toets makkelijker dan een hbo-toets. Ik heb tot nu toe wel al mijn toetsen gewoon gehaald. Sommige met een herkansing. Maar ja, ik had het gevoel dat mijn mbo-toetsen mij gewoon makkelijker afgingen dan mijn hbo-toetsen. En met deze hbo-opleiding moet je heel goed kunnen toepassen. Dus de stof die je leert moet je kunnen toepassen op de vragen die je krijgt. En met mbo had ik zo'n gevoel dat het gewoon stampen was. En je moest gewoon dingen opschrijven die je in het boek had gelezen. Maar dat kan ook per opleiding natuurlijk verschillen. Moet je wel zeggen dat het even wennen was, die switch van mbo naar hbo. Maar na een jaar ben ik het al wel weer gewend. Het is gewoon een nieuw niveau. Hoe zit het met de verdeling van praktijk en theorie? Je hebt een aantal theoretische vakken in. Het eerste jaar is dat wat makkelijker te verdelen, is het overzicht gewoon wat duidelijker. Want dan heb je in iedere sprint, als ik me niet vergis, 1 theorievak en 1 praktijkgericht vak. Want dan moet je een tentamen maken en een portfolioopdracht inleveren. Dus dan ben je iets aan het maken dan alleen zeg maar een toets maken. En je hebt een project. Dus eigenlijk is het, ik wil niet per se zeggen 50-50, maar ik vind de verdeling wel heel erg fijn. Want ik haat theorievakken. Want het zijn momentopnames en vaak vergeet ik heel veel dingen. Of weet ik het niet, begrijp ik het net nog niet zo goed. Terwijl ik het boek gewoon zo uit mijn hoofd ken en dingen kan navertellen. Maar de toetsing vind ik gewoon soms heel naar. En projecten en andere praktijkgerichte vakken daarentegen vind ik heel erg leuk. Want dan kan je ook je creativiteit in kwijt. Kan je heel veel feedback op ontvangen. En dan kan je als persoon ook best wel goed jezelf gaan ontwikkelen. Dus ja, mijn voorkeur gaat altijd uit naar praktijkgerichte vakken. Creative Business is best wel een vaag gebied
als je vraagt van wat kan je er later nou mee worden. Maar wat ik al in het begin van de video zei, je kan er verschillende kanten mee opgaan in de mediabranche. De marketingkant, dus denk dan ook aan reclame en influencer marketing, online marketing, content marketing. Marketinggebied is ook zo erg breed. Maar productie, dus videoproductie, denk dan aan dingen zoals RTL, YouTube formats uitwerken, journalistiek, bij tijdschriften werken. Het is zo ontzettend breed. Tijdens mijn opleiding heb ik ook een laptop nodig. Want mijn hele leven, mijn school, alles zit op mijn laptop. Behalve boeken, heel veel. Ik heb wel een aantal boeken, maar 9 van de 10 keer gebruik ik een laptop in de les. En iemand vraagt, werkt een MacBook fijn? Want er zit geen Word op of raad je Windows aan? Ik twijfel erover. Nou, het leuke is, je kan gewoon een Word pakket kopen of Microsoft pakket. En mijn school... denken. Ja, je kan als student, kan je ook, ik weet niet zeker of het gratis is en anders is het voor goedkoper, kan je het Microsoft pakket downloaden. Dus dat scheelt. Ik heb gewoon Word op mijn computer staan en anders heb je altijd nog andere alternatieven. Ik ben sowieso een heel groot Apple fan als het gaat om laptops. Ik vind het gewoon heel erg fijn werken. Het is heel gemakkelijk. Ik weet dat grotendeels van mijn klas Apple heeft, maar een aantal heeft ook gewoon een ander soort computer. Eigenlijk het belangrijkste aan een laptop is dat het heel veel aan kan. Je moet erop kunnen bewerken, je moet programma's kunnen openen, je moet genoeg geheugen hebben. Als je dat al hebt, dan zit je vaak al goed. Wat is de gemiddelde leeftijd van de studenten die beginnen met CB? Lastig, want er komen mensen vanuit HAVO, VWO naar het eerste, maar ook mensen die een tussenjaar hebben gedaan, een andere opleiding hebben gedaan, of vanuit het MBO komen. Dus het verschil, volgens mij was de jongste in het eerst uit mijn klas 17, ik weet het niet zo goed. En de oudste ergens in de 20, maar ik had er zelf niet zoveel last van. Hoe oud was ik toen ik begon? Volgens mij 20, toen ik met mijn opleiding begon. Ja, ik ben nu 21. Ja, dat moet kloppen. Ik merkte wel met sommige mensen trok ik sneller op, meer met mijn leeftijdsgenootjes of ouder. Maar ik heb daar eigenlijk niet zoveel moeite mee om met wat jongere of wat oudere mensen om te gaan. Het ligt ook echt per klas. Maar ik denk dat ze wel een mix maken van wat jongere mensen en wat oudere mensen. Iemand vraagt wat kun je dus laten mee doen en hoe is de baankans? Nou, wat je laten mee kan doen had ik al een beetje toegelicht. Maar hoe is de baankans? Ja, het is lastig in te schatten. Ik zou het niet weten. Ik denk wel dat ik na mijn opleiding sowieso ergens een baan heb. Of het nou mijn droombaan is of niet. Maar de mediabranche is zo groot. Maar aan de andere kant studeren ook heel veel mensen voor deze branche. Maar ik vind het heel erg lastig om hier antwoord op te geven. Want ik denk de richting waar ik naartoe wil. Dus de marketingkant. Daar heb ik sowieso wel een kans op een baan. Elk bedrijf beschikt wel over een marketingafdeling. Of het nou een media marketingafdeling is of een normale marketingafdeling. Ik kom wel ergens terecht. Maar als je een designer bent, ja, dan ben je 9 van de 10 keer een freelancer. Ik durf het niet voor je te zeggen. Hoe is de kwaliteit van jouw opleiding? Ja, ik ben echt een heel kritisch persoon. Ik heb vaak wel iets over school te zeiken. Soms kom ik wel tegen dingen aan waarvan ik denk van ja, dit kan echt veel beter. Zoals de toetsing. Ik ben het 9 van de 10 keer niet eens met hoe het tentamen is gemaakt. Of zeg maar, wat voor tentamen we voor ons neus krijgen. Want dan krijgen we vragen en dan denk ik, sorry, maar dit is echt onbelangrijk. En dan word je niet op de meest belangrijkste dingen getoetst of zo. De opleiding kan altijd verbeterd worden. Ik vind het niet per se slecht. Maar het kan beter. Sommige docenten zijn echt mega goed in lesgeven. Daar heb ik ook heel veel aan. Maar er zijn ook docenten, niet veel, maar ze zitten er wel tussen. Die lezen gewoon letterlijk een PowerPoint presentatie op. Waarbij ik dan denk van, goh, dit kan ik zelf ook lezen. Dus kort samengevat, vind het geen slechte opleiding, maar het kan altijd beter. Er wordt ook vaak gevraagd waar je stage kunt lopen met deze opleiding. De keuze is ook eindeloos. Zolang het maar een mediastage is en dat aansluit op je specialisatie, zijn ze al tevreden. Ik doe nu een marketingstage, media marketingstage met onder andere online marketing. En dat vonden ze helemaal top. Maar als jij bijvoorbeeld heel graag video's wilt maken, dan kan je bij een online videoproductiebedrijf. Als je reclames wilt maken, kan je bij een reclamebureau. Als je van
schrijven houdt, kan je bij een tijdschrift stage lopen. Met creative business word je wel heel erg losgelaten. Een vriendinnetje van mij doet CMD, dat is Communication Multimedia Design. En daar zijn stages wel wat beperkter. Daar kan je niet uit alles kiezen uit de mediabranche. Maar met creative business is het gewoon heel erg breed. En je kan ook stage in het buitenland lopen. Maar je kan niet zomaar een random bedrijf kiezen in het buitenland. Volgens mij zijn daar ook een aantal eisen voor. Maar daar heb ik me niet echt op in verdiept. Want ik wil gewoon stage in Nederland lopen. Oh ja, en over stage gesproken. Je moet het allemaal zelf gaan uitzoeken. Regelen. School doet niks voor je. Wat ook zo is met HBO. Met MBO was het ook al een beetje. Maar ze doen niks voor je. Je moet alles zelf uitvogelen. We werken ook met een online platform dat heet Mijn HVA en Brightspace. Als je zelf op de Hogeschool van Amsterdam zit, dan komt dit je wel bekend voor. Anders is het een beetje heel vaagjes. Maar daar staat alles op wat je van je lessen, van school moet weten. Docenten vertellen je niks. Je moet gewoon lekker zelf alles uitvogelen. En dan gaan we afsluiten met deze vraag. Wat vind je leuk aan je opleiding? Ik vind het heel erg leuk dat ik mezelf goed kan ontwikkelen en meer leer. Ik vind het heel erg... Ja, ik ben echt wel een leergierig persoon. Dat ik nieuwe kennis tot me neem. Dus beter word in bepaalde vlaktes. Erachter kom wat ik niet wil en wat ik wel wil. Ik vind school niet 24/7 leuk. School, ja, ik vind zeg maar educatie, dus dingen leren, heel erg interessant, belangrijk en leuk. Maar school zelf vind ik minder. Dat zeg ik altijd tegen iedereen. Maar overal vind ik het leuk. Anders doe ik de opleiding niet. Ik heb wel in het verleden wel wat twijfels gehad afgelopen schooljaar. Daar moet ik wel eerlijk over zijn. Dan dacht ik van ja, het veroorzaakte gewoon heel veel stress voor mij. En stress is niet gezond. Dus ik zat wel echt te twijfelen van moet ik wel doorgaan met mijn opleiding. Maar ik haal het. En zolang ik het gewoon kan halen, ga ik door. Want het is wel gewoon fijn om 1. Meer te weten. Meer te kunnen. En uiteindelijk dat HBO-papiertje op zak te hebben. Vind ik gewoon fijn. Niks moet, maar het voelt gewoon goed. En ik heb al mijn propedeuse. Die heb ik in 1 jaar gehaald. Dus ja. Mocht je nog op school zitten, geniet ervan. Want voordat je weet, ga je fulltime aan het werk. En mijn tip, wat ik ook voor mezelf ga meenemen. Kies later een baan waar je echt gelukkig van wordt. Waar je met plezier naartoe gaat. Want anders word je echt ongelukkig. En dat is niet de bedoeling. Dus ja, hierbij wil ik jullie bedanken voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben, laat ze dan hieronder in de reacties achter. Misschien beantwoord ik ze wel hier beneden. Dan maak ik er een nieuwe video over. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei!